Hey, mijn mens, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van jezelf zien zoals je werkelijk bent en op basis daarvan keuzes maken en knopen doorhakken. Nou, dat klinkt best wel heel ingewikkeld, maar wat nou de essentie is van deze week-energie, is dat er eigenlijk gezegd wordt: van oké, okay, ho, stop eventjes. En probeer nu even niet je ware werkelijke zelf te worden of te zijn wie je op zielsniveau bent of wie je werkelijk in je hart bent. Maar kijk nu even naar wie jij gewoon vandaag bent. Inclusief je belemmerende overtuigingen, inclusief die geparkeerde emoties die vorige week nog niet aan bod gekomen zijn en die nog steeds een beetje in jezelf vastzitten, want niet alles zal opgelost zijn en dat hoeft ook niet. En kijk ook naar de patronen van je gedrag en van de keuzes die je maakt. en dingen die daarin misschien nog niet optimaal zijn. Kijk naar wie jij nu als volledig mens bent. Wie jij nu werkelijk bent. En dat is misschien niet de meest optimale versie van jezelf. En dat is helemaal oké. Okay. Waar dit eigenlijk over gaat, is dat je even stopt met optimaliseren, ontwikkelen, doorgaan, zoeken in jezelf. En de volgende blokkade en uitdaging aangaan. Maar dat je echt puur zegt: van oké, okay, dit ben ik nu. Inclusief de dingen die misschien nog niet optimaal aan mezelf zijn. Want je hoeft niet de optimale versie van jezelf te zijn. Zaken een soort van pauzemoment is deze week. Dus dat is het omarmen wie je werkelijk bent. En op het moment dat je bij jezelf komt, dan kun je wel gaan voelen welke dingen in je praktische leven activiteiten, mensen, dagindeling, die dingen, kleding die je draagt ook trouwens. Welke dingen daarvan je eigenlijk onzeker maken over wie jij nu bent? Want in je proces om jezelf te ontwikkelen, kan het zijn dat je dingen creëert als een soort van methode om jezelf te pushen steeds meer je ware zelf te worden. Die je nu onzeker maken over wie je nu bent. En de meest praktische en simpele voorbeeld hiervan is dat je alvast kleding een maatje te klein koopt. Of die ene leuke broek, die net te strak zit, toch koopt, toch bestelt, omdat je toch wel van plan bent om nog af te vallen. Maar vervolgens kom je iedere keer die broek tegen en je past hem nog steeds niet. En dat geeft je gewoon een rot gevoel over je lichaam nu. Ja, die dingen sluipen er eigenlijk overal wel in. Ja, dat ene boek waarvan je vindt dat je die zou moeten lezen. maar eigenlijk vind je er helemaal niks aan. Maar jouw ideaalbeeld van jezelf zou het boek zo verslinden. maar je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Die dingetjes in je huis, in je dagelijkse leven. kunnen je onzeker maken over jezelf. En die mogen deze week aan het licht komen, duidelijk worden, zodat je. Deze week, eind deze week, maar misschien juist volgende week. keuzes kunt gaan maken om die dingen uit je leven weg te halen. En het zal dus vooral om praktische, simpele dingen gaan. zodat je daardoor je wat veiliger en fijner voelt. Vooral in je huis, maar ook in je leven. Dus stop met jezelf te optimaliseren en aan jezelf te werken. en kijk even om je heen of er geen dingen zijn die je onzeker maken. over wie jij nu gewoon als mens bent. Want je mag je ook goed voelen. Met wie je nu bent, want deze versie van jezelf is ook waardevol. Daar gaat deze week dus over. En we hebben daarbij te, ma te maken met twee energetische invloeden. De eerste is de laatste kwartier van 8 augustus. En ik spiek ondertussen even hoor, want ik haal de poortdag en de laatste kwartier de hele tijd door elkaar heen tijdens mijn voorbereiding van deze week-reading. Maar die laatste kwartier van 8 augustus, die staat in het teken van die knopen doorhakken. Dus die staat juist in het teken van. Ja, die keuzes maken van oké, okay, ik zie wat me belemmert. Ik zie wat me onzeker maakt. En daar ga ik strakjes wat aan doen. Dus je maakt de keuze om het te gaan veranderen zonder het direct al te hoeven veranderen. En dan hebben we de poordag van 10 augustus. Dus de dag op de sluit tussen ons en het universum het dunst is. En die herinnert je nu nog een keer aan dat je mag omarmen wie jij nu gewoon op dit moment bent. Dus die. Ja, die, die, die vergroot die, die zelfliefde op dat niveau, die acceptatie van wie je nu bent, van wie je werkelijk bent. Die acceptatie daarvan, die vergroot de energie van de poortdag. Die wordt vergroot door de energie van deze poortdag. Dan hebben we natuurlijk weer een kaartje bijgetrokken en het kaartje is vriendelijkheid. En ook deze komt weer uit de fluisteringen om te helen. En dat is het kaartje vriendelijkheid, als dus ik dat interpreteer op basis van de energie die we net besproken hebben, dan heb ik het idee dat dit kaartje juist die zachtheid voor jezelf hebben benadrukt. Juist je aanmoedigt om zo lief mogelijk voor jezelf te blijven. Juist hierin zo goed mogelijk voor jezelf te zijn. En daarbij vind ik dit kaartje ook een uitnodiging om Waar het kan, waar het goed voelt, waar je de energie ervoor hebt... dus binnen je eigen mogelijkheden, ook even wat vriendelijkheid te verspreiden... in de alledaagse dag met de mensen die je tegenkomt... waar je natuurlijk ook een goed gevoel bij hebt. Want heel veel mensen worstelen dus deze week met het accepteren van wie ze nu zijn. En als jij net even die glimlach kan geven... net even dankjewel kan zeggen tegen de cashier in de supermarkt... Net even leuk kan reageren op een klantenservice van een webwinkel, of ja, we zien het maar met een benzinepomp medewerker, of gewoon gewoon even een leuk berichtje kan doen zonder dat het je dus per se energie kost. Juist dat is nu ook heel fijn om deze week te doen. A, omdat het ook gewoon lekker voelt, omdat je gewoon ja, iets leuks doet, iets doet wat voldoening geeft. En juist ook omdat je mensen nu net dat beetje meer vriendelijkheid geeft dat ze zelf nodig hebben. Omdat ze onbewust ook met deze energie te maken hebben. Dus ik zou dat kaartje ook zien als een uitnodiging om dat te doen. Net even ook een net wat meer vriendelijkheid te verspreiden. Omdat dat lekker voelt. En ook een zelfvertrouwenboost kan geven. En ook omdat we de anderen ook een boost mee kunnen geven. En dat is heel erg prettig met deze energie. En dan kijken we nog even naar de hulpmiddelen voor als je daar behoefte aan hebt. En als we kijken naar de hulpmiddelen voor deze week, dan zou ik voor een edelsteen gaan, rookwarts. Rookwarts is de steen van de acceptatie en de zelfacceptatie. Uh, op een hele gezonde manier echt accepteren van ik ben wie ik ben. En dat dus een zelfvertrouwen boost creëert. Ook echt jezelf kunnen zien zoals je bent. Dus een rookwarts. Qua energie, qua energetische opmiddel vind ik je heel mooi bij passen. Maar ook je leven accepteren zoals het is. Hoort je bij je situatie accepteren zoals die is. Met de intentie je rust erin te kunnen vinden. En een, een manier kunnen vinden om ermee om te gaan die goed is voor jou. Nou, dat vind ik gewoon heel erg prettig, voor deze week-energie. En qua geur zou ik gaan voor pepermunt. Omdat het lekker concentratie bevorderend is, verfrissend is. En wat luchtigheid daardoor ook biedt in toch wel een onzekermakende, pittigere energie waar we mee te maken hebben. Dus die lijkt me lekker voor de verfrissing hierbij. En ook omdat het helpt ja, die, die helderheid in die inzichten te krijgen. Dat gezegd hebbende, ga ik hier afronden en wens ik je een waanzinnige, mooie week toe.